precies goed, deze sinaasappelthee. Heerlijk. Jongens, meisjes, hartelijk welkom bij Theeleuten met Vincent. En dit is aflevering 3. En in aflevering 3 hebben we het over een aantal onderwerpen. Ik ga het jullie laten weten na het fantastische Theeleut intro. Ja, jongens. En ik ga het hebben over The Gathering. En over Disneycraft 2.0. En over een nieuwe Let's Play op mijn kanaal. Het is toch fantastisch. Ik heb niet eens nodig. Ja, het zit. Zo kan ik ook tegen jullie praten. The Gathering. The Gathering aankomende zaterdag. Dus deze zaterdag. Is The Gathering. De YouTube Gathering in Houten in Utrecht. En ik vind het leuk als jullie komen. Natuurlijk, ik ben erbij met het hele Bayerntown team. Met een hoop mensen van Disneycraft ook nog. Denk aan Erik, Giovanni, Rovi, Irma, Bram. Even denk Kenzo. Misschien Leroy. Heb ik nou een paar vergeten? Ik voel me echt heel erg kloot als ik een paar mensen vergeet. Uit mijn hoofd 1, 2, 3 niet. Robin ook. En natuurlijk ook een hoop mensen die spelen in Disneycraft. Waaronder Oscar, My Name is Oscar. En noem maar op. Dus er komen echt heel veel mensen. Want het worden er meer dan 2000, begreep ik. Wat ik hoorde. Er waren natuurlijk tickets uitverkocht en zo. En al dat gezeur erover. Nou ja, gezeur. Het was gewoon positief nieuws. Maar het was wel gezeur dat niemand meer tickets kon kopen. Dat was eigenlijk het probleem. Ja, er wordt gewoon een gezellige dag. Er komen optredens, er komen meet and greets, handtekeningen, foto's worden gemaakt. Je kan leuke stalletjes bekijken. Er worden games georganiseerd. We gaan ook gamen op het toneel. En er komen iets van 4 toneels of 3 toneelplekken. Ik weet het allemaal niet. Ik kan niet te veel zeggen, want ik weet er minder over dan Eelco, de oprichter. Maar het wordt gewoon awesome. Het wordt echt tof. Dan wil ik het ook met jullie hebben over Disneycraft 2.0. Dat is mijn tweede onderwerpje. Disneycraft 2.0 wordt awesome. Ik meen het serieus. Kan ik een foto laten zien? Nee, ik ga het niet doen. Ik wil zo graag. Ik wil heel graag spoilen. En dat aan de andere kant denk ik van. Heel veel mensen willen dat, maar heel veel mensen willen dat ook niet. Die willen verrast worden als ze de server binnenkomen. Dus ik ben al echt uren bezig, ook samen met ons team. En we zijn keihard aan het werk om die hele server te verbouwen. En een totaal andere, freshe, nieuwe look te geven. En we zijn nu al het punt bij de span tot aan het kasteel is al helemaal vernieuwd. Dus dan kun je nagaan hoeveel wij nog gaan vernieuwen in het park. Dat en meer krijgen jullie nog. Jullie krijgen nog video's te zien. Dan wil ik het nog als laatste hebben over een nieuwe Let's Play op mijn kanaal. Ik pak hem erbij. Moment, even geduld. Even. Dit is hem. Lego de Hobbit. Ik heb hem gespeeld. Ik heb hem compleet gespeeld. En ik moet zeggen dat dit een van de beste, dat is niet overdreven, echt maar, een van de beste Lego games is op dit moment, of bestaat, die ik ooit heb gespeeld. Echt, dan ben ik serieus. Lego de Hobbit, fantastisch spel. En ik ga hem compleet spelen op mijn kanaal. En dan moet ik even mijn schema erbij pakken. Want daarin staat namelijk op welke dag ik hem ga spelen. En je kan hem zien op elke woensdag om 7 uur. 'S avonds. Dus om 7 uur 's avonds. Reserveer van, zet het in je agenda. Om 7 uur op een woensdag. Lego de Hobbit op mijn kanaal. Een complete Let's Play gespeeld op de Xbox 360. Met commentaar van mijn... Ja, van mijn mond. Ja. Alan Wake gaat stoppen. Ik heb hem helemaal uitgespeeld. Dus daar komt ook een punt aan. 21 parts komen er. En die serie wordt vervangen met een nieuwe game. Genaamd, nou eigenlijk 2 games. Crash Mind of a Mutant. Dat is een heel fantastisch spel. Ik kan hem er ook even bij pakken. Even een moment. Ik ga weer even duiken. Deze, dit is Crash Mind of a Mutant. Echt een fantastisch Crash Bandicoot spel. Het laatste spel wat is uitgekomen voor de PlayStation 2, Xbox 360. En ik geloof de Nintendo iets. Nee, niet Nintendo. Voor de Wii. Ja, voor de Wii geloof ik. Ja, dacht ik wel. En ik ga nog een spel spelen. Maar die hou ik geheim. Ik verklap hem. Wolfenstein natuurlijk. Wolfenstein komt... is deze week uitgekomen. Ik heb hem al... Als jullie deze video zien, ben ik hem al aan het spelen eigenlijk. Nee, tuurlijk niet. Nee, want hij komt morgen uit. Och. Oh, ik neem een slokje thee, wacht. Oh, zo.
Ja, jongen, ik zit echt tetering. Ik weet niet of je het kan zien, want anders gaat het over. Wacht, ik ga het proberen. Kan je het zien? Waarom niet? Hij mag er niet overheen gaan. Je ziet het! Je ziet het! Nee, gewoon zo. Hoppakee. Dat is echt teen. Zo. Mm. Ja, want heel veel mensen dachten van, drink je nou echt thee? Ik drink echt thee gewoon met deze aflevering. Nee, Wolfenstein gaan we spelen. Een let's play van Wolfenstein. Puur omdat deze game gewoon... Ja, deze wordt fantastisch, denk ik. Denk ik. Ik heb gepreorderd, dus ik had zoiets van, ja, deze game wordt gewoon vet. Mensen, dit was Theeleuten met Vincent. Volgende week krijgen jullie weer een Theeleuten aflevering. Elke maandag om... Even kijken. Om 7 uur. En ja, ik heb een nieuw tijdschema. Dus ik moet af en toe even kijken, spieken van hoe en wat en hoe laat het komt. Maar jullie gaan het vanzelf het tijdschema leren. Ja, met de weken wordt het duidelijk. Ja, dat komt goed. Tot de volgende Theeleut video. En vergeet ook niet lekker zelf thee te drinken. Hè, want dat is gezond voor je neus. Tot dan.